Hey, leuk dat je luistert naar Op Weg naar een Magie. In deze podcast nemen ik Michiel Veenstra. En ik Joya Parijs. Je mee op een reis vol voorpret naar Disneyland Parijs. Seizoen 2, aflevering 2. En we gaan weer een superleuke top 3 doen om je verblijf in Disneyland Parijs onvergetelijk te maken. En jij zegt het woord verblijf niet zomaar. Nee, dat klopt. Michiel, heel scherp. Heb je goed geslapen? Ik heb heerlijk geslapen. Ja, dat snap ik. Nou, vandaag gaan we alle Disney hotels doen in Disneyland Parijs. Ja, want die Disney hotels, daar kun je zoveel meer dan alleen maar slapen en eten. De parken zijn te gek. Ja. Maar het verblijf in een Disney hotel maakt het echt even helemaal compleet. Nou ja, hoeveel officiële Disney hotels zijn er nou eigenlijk in Disneyland Parijs? Er zijn er 7. En het gaat echt van echt super deluxe tot een heel ontspannen verblijf voor elk budget. En 3 ervan liggen hier aan Lake Disney. Het meer met de luchtballon. Herken je gelijk. Ja. Bijvoorbeeld daar zie je Disney Hotel New York, The Art of Marvel. Ja, niet te missen. Het hotel heeft de vorm van de skyline van New York. Heel tof. Ja, heel herkenbaar. Nou, aan de overkant, dat is Disney Newport Bay Club. Ja. En dat is een beetje de nautische stijl van New England uit de Verenigde Staten. Dus veel hout en een beetje geel en een beetje blauw en een beetje wit. Ja. En daar aan de zijkant, daar ligt Disney Sequoia Lodge. En dat is een beetje alsof je in een heel knusse blokhut in een van de National Parks aan het overnachten bent. Wacht, met allemaal eekhoorntjes en eikeltjes en kastanjes. Je moet je even onderbreken, want je bent wel heel enthousiast. Maar we moeten ook even wat huishoudelijke mededelen doen. Want dit is namelijk niet alleen een podcast, maar natuurlijk ook een podcast. En je kan deze podcast bekijken op YouTube en op Spotify video. Maar als je aan het rijden bent, dan natuurlijk alleen luisteren. Ja sorry, maar ik ben gewoon heel enthousiast. Ik, ja, dat snap ik. Ja, ik heb heel erg veel zin in deze Disney Hotel top 3. Wat is onze top 3 eigenlijk? Wat dacht je van? De top 3 dingen die je kunt doen in het Disney Hotels behalve slapen en eten. En geloof me, dat is heel erg veel. En het is zo erg veel dat we niet echt precies weten hoeveel dingen in de top 3 passen. Dus we zien waar het schip strandt. Nice. Ja, er zijn zeker weer te veel dingen om in die top 3 te doen. Ja. Nou, dus het wordt lekker veel snappen. Ik stel daarom ook voor dat we wel met een goede bodem beginnen. Een ontbijt. Ja. En dat gaan we hier doen in Disney Hotel New York, The Art of Marvel, in het Manhattan restaurant. Lekker. Snap jij ons er naartoe? Zo doen? Is goed. 3, 2, 1. Zo. Dat ziet er goed uit, Michiel. Nou, dit ziet er heel erg prima uit allemaal. We zijn, wat is dit voor een gigantische kroonluchter? Ja, die is mooi, hè? Maar weet je waar die op lijkt? Een gigantische kroonluchter. Ja, dat ook. Maar de planeet Asgard, dat is de thuisplaneet van Thor. Als ik jou niet had, maar ik heb er ook eentje voor je. Weet je wat dit op lijkt? Nou, vertel. Een croissantje met aardbeienjam en een broodje met zalm, koffieshootje. Ja, lekker hoor. Ik heb er zin in. Ik heb een yoghurtje en nog wat lekker fruit erbij. Maar Michiel, we moeten nog heel wat hotels langs, dus ik denk dat we even een power ontbijt moeten doen. Ja. Even snel er doorheen. Maar wel genieten, hè? Ja, precies. Nou, is smakelijk. Jij ook. Nou, dat was echt super lekker, Michiel. Dit was heerlijk. Ja, maar wat gaan we nu doen? Nou, ik zat eraan te denken dat we nu wel even wat calorieën konden gaan verbranden. Heb jij je zwemspullen bij je? Ja, die heb ik bij me. Als ik om goed tijd. Nou, hartstikke goed zelfs, want we gaan naar het zwembad van Disney Davy Crockett Ranch. Ah, oh, superleuk. Zal ik ons even er naartoe snappen? Doe eens. Oké, 3, 2, 1. Zo, lekker badjas hoor, Michiel. Wat is dit nou? We gingen naar het zwembad van de Davy Crockett Ranch. Ik sta hier in de badjas en teenslippers. Je hebt gewoon je kleren nog aan. Ja, sorry. Ik wilde gewoon even laten zien hoe mooi het hier is. Prachtig. Ja, we staan hier midden in de natuur, in de bossen. Ja, alsof je in een levensecht dorp zat, waar de eerste gelukszoekers van Amerika naartoe gingen. Ja. Ja, Michiel, kijk eens even achter je. Ja. Dat is de Trading Post om belangrijk proviant te kopen. Prachtig. Nou, in dit geval dan de souvenirs. Ja, leuk. En hier naast ons is een taverne, een café om lekker een drankje te doen. Mm-hmm. Ja, en ik vind dat de Davy Crockett Ranch echt het vakantiepark van Disneyland Parijs is. Ja. En okay. Je kan hier met je familie in blokken te verblijven. Echt superleuk. En je pakt zo de auto naar de parken om een dagje Disney te doen. Mm. Maar ik heb het best koud in mijn badjas en mijn slimmetjes. Dus zou je me heel erg snel nu gewoon dat zwembad in willen snappen? Ja, oké, is goed. Be careful what you wish for, hè, Michiel? Zo. 3, 2, 1. Oeh. Sorry, Michiel. Ja, ik had je nog gewaarschuwd, hè? Volgende keer snap ik weer. Hey, maar ik zie wel een glijbaan, dus tot zo. Veel plezier. Een waterval. Dat is een stevig watervalletje. Het bubbelend pad. Gaan we even lekker bubbel. Zo. Oh. Dit is lekker warm. Hé, hey Michiel, hoe was het? Ja, lekker hoor, maar zullen we afspreken dat het nu klaar is met de grapjes? Ja. En dan vooral de grapjes, de kosten van mij. Oké, okay, ja, is goed. Hé, hey, maar ik zat te denken, was er zo lekker bezig?
Ik wil eigenlijk nog even doorgaan met een beetje actief blijven. Oké, wat gaan we doen? Daarvoor wilde ik eigenlijk naar Disney Newport Bay Club. Maar dat ken ik. Daar zijn we vorig seizoen begonnen, toch? Ja, exact. Met het bootthema. Dat hotel. Maar er valt nog veel meer te ontdekken dan we toen hebben gedaan. Dus als je er klaar voor bent, dan... Ik ben er helemaal klaar voor. Dan gaan we. 1, 2, 3. Hé, Michiel, dat plekje ken ik. Hier waren we vorig seizoen ook. Ik zie daar al de vuurtoren in het water. Ga je me nu weer uitleggen hoe de Disneyland Parijs heeft werkt? Nee, het is wel hetzelfde plekje, maar we gaan niet helemaal alles opnieuw doen. Daarvoor kun je gewoon de allereerste aflevering luisteren. Dingen die je direct moet doen. Maar je hebt wel je telefoon nodig. Oh, ja, die heb ik op zak. Kijk maar. Heel goed, heel goed. Tada. Ja, top. Dit hotel, Disney Newport Bay Club, staat een beetje voor ontdekkingsreizen. Een beetje op avontuur gaan. Dingen ontdekken die je nog niet wist. En door het hele hotel zijn allemaal heel bijzondere plaatsen te vinden waar je misschien normaal gesproken aan voorbij loopt. Maar daarom hebben ze een speurtocht uitgezet en die heet de Discovery Quest. Oké, speurtocht. Daar ben ik wel voor in. Wat gaan we doen dan? Nou, dan moeten we even een kaart ophalen bij de lobby en dan kunnen we hem gaan doen. Nou, is goed. Ik zou zeggen, let's go. Oké. Check. Hey, top. Ja, net bij de receptie gehaald. Hiermee kunnen we de Discovery Quest doen. Het zijn 10 raadsels door het hele hotel. Ja. Doet ongeveer 3 kwartier. Je kunt ook een kortere versie doen met 5 vragen en dan ben je de helft van de tijd kwijt. Oké, maar hoe werkt dat? Moeten we dan gewoon de kaart volgen? Nee, kijk, er staat hier een QR-code. Ja. Die kun je scannen met je telefoon en dan krijg je alle opdrachten zien. En je kunt ook altijd nog in de app om hints vragen. Maar Michiel, we gaan nu niet alles verklappen, toch? Nee, maar het lijkt me wel leuk als we, nou, zeg 3 vragen met z'n een klein beetje in de goede richting sturen. Ja, oké. Okay. Ja? Nou, we moeten kennelijk beginnen bij plekken op de wereld waar Mickey is geweest. En daarvoor moeten we naar het conferentiedeel van het hotel. Dat is waar alle belangrijke zakenmensen komen. Nou, ik ben nu benieuwd. Ik zou zeggen, laten we gaan. Oké, de plek op de wereld waar Mickey is geweest. Ik denk dat Mickey wel op heel veel plekken is geweest. Ja, als ik al die tekenfilms en strips moet geloven, dan heeft hij de hele wereld wel gezien. Dus, could you narrow it down, please? Even kijken hoor. Ja, dan zullen we denk ik een globe moeten hebben. Ja. Michiel, volgens mij is dat hem, want dat zou het wel moeten zijn volgens de kaart. Dat is een enorme wereldbol. Ja. Die is niet te missen. Nee, die is heel groot, hè. Even kijken. Oh, dat staat er helemaal op zoals de landen vroeger heten, zie je dat? Ja, inderdaad. Heb je hem door? Ja, wacht. Hier, kijk hier. En hier. Ja, deze is duidelijk. Ik heb hem door. Nee, dat gaan we niet verklappen, maar deze hebben we. Ja. Even kijken, de volgende. We moeten de kleur van een lamp in het zwembad zien te vinden. Oh, ik weet wel waar het zwembad is. Ja, dat is die kant op. Ja, oké, let's go. Oké, dus het zwembad, dat weet jij? Ja, want die zit als het goed is naast mijn hotelkamer. Oh. De trap in ieder geval daar natuurlijk. Dat is handig. Heb je ook een eigen deur zo vanuit je kamer gelijk het zwembad in? Nee, dat zou bijna niet. Dat zou wel tof zijn. Dat zou wel vet zijn, hé. Goedemorgen, plots. Oh, wauw. Dit is wel een heel mooi zwembad. Nou, en die boot is zo groot. Lijkt net alsof die zo het gebouw is binnenkomen varen. We lopen gewoon serieus op het dek van een boot in een zwembad. Een heel groot schaakspel hier. Oh, wauw. Leuk. Maar goed, alles leuk en aardig. Zwembad. Oh, je kunt zelfs naar buiten zwemmen, zie je daar? Inderdaad, zo dat ze buiten zwemmen is ook niet klein. Maar we zoeken een lampje. Ja, we zijn hier ergens voor, ja. Even denken. Wacht. Oh, ja, ik zie hem ook wel. Ja, toch? Ja, dat we zeggen hem, niks, hè? Nee, niet verklappen, niet verklappen. Nee, maar dat is hem zeker. Ja. Oké, de volgende. We moeten vlaggetjes vinden. Oh, wacht, die heb ik volgens mij gezien toen we vanaf het meer naar binnen kwamen. Dus we moeten weer even terug. Je hebt gelijk. Ja. Heel scherp. Wie er het eerst is? Kijk, hebbes. Ze lijken wel heel erg veel op elkaar trouwens. Deze 3 vragen die hebben we nu behandeld. De andere 7 kan iedereen gewoon helemaal lekker zelf uitzoeken. En echt iedereen, want je hoeft dus niet per se in Newport Bay te slapen. Als je hier binnenloopt kun je altijd zomaar die Discovery Quest gaan spelen. Goed idee hoor, Michiel. Ik vond het echt leuk. En zo leer je een beetje het verhaal van het hotel kennen. En anders zou ik dat nooit doen. Nee, maar dat vind ik dus het leuke aan Disney. Achter alles zit een verhaal. Er is overal over nagedacht. En elk verhaal heeft een mooi einde. Ook deze. Want we mogen nu naar de gift shop om een beloning op te halen voor het harde speurwerk. Nou, dat wil ik wel hoor. Bonjour. Bonjour. We finished the Discovery Quest. Oh, congratulations. Thank Merci. You. Is a little gift for you. Ooh. Thank you. Oh, een schatkistje. Michiel, ik ben nu wel heel erg benieuwd wat erin zit. Nee, dat gaan we niet verklappen. Daar mag iedereen zelf achterkomen. Wij gaan door naar het volgende hotel. Is goed. Klaar voor? 3, 2, 1.
Hey, Kars. Ja, welkom in Disney Hotel Santa Fe. Dit is de wereld van Route 66. Nou ja, wat je al zei, Kars. Hè, dus alle figuren uit Kars vind je hier. Maar nog veel meer dingen die je ook bij de echte Route 66 kunt aantreffen. Neem bijvoorbeeld deze hele grote gele streep hier zo op de grond. Nee, dit is tussen ons. Alsof je op een soort highway rijdt. En die komt uit bij de parkeerplaats van het hotel. Heel leuk detail. Alle geparkeerde auto's van de gasten staan daar onder een groot filmscherm. Alsof ze, net als bij Route 66, naar een drive-in bioscoop gaan. Hoe? Ja, en wat je hier ook hebt, is de gratis shuttlebus. En daar gaan we naartoe. Maar Michiel, gaan we verder helemaal niks doen? We gaan naar de gratis shuttlebus. En ik heb natuurlijk een paar heel leuke dingen om te vertellen. Oh, ik hoor het alweer. We gaan weer eventjes wachten. Nou, opa Veenstra, vertel lekker. Als je in een Disney hotel verblijft, heb je allemaal leuke... Joya! Sorry Michiel, ik wil echt naar je luisteren hoor. Als je in een Disney hotel verblijft, heb je allemaal extra services waar je gebruik van kunt maken. Zoals bijvoorbeeld de shopping service. Als je in een van de parken een souvenir koopt, wordt het gratis naar je hotel gebracht. Dus dan hoef je niet de hele dag ermee te sjouwen. Exact. Exact. En ook heel fijn, gratis parkeren bij de hotels, maar ook bij de parken. En de allermooiste, extra magic time. Nou, ik weet niet wat het is, maar het klinkt superleuk, Michiel. Maar het is het ook. Je mag namelijk, als je in een van de Disney hotels slaapt, eerder de parken in dan andere bezoekers. Oh? Ja, en je weet nooit wat je krijgt. Het is altijd een verrassing. Maar het zou, kan het bijvoorbeeld zijn dat je zonder te wachten gelijk Crush Coaster in kunt in het Walt Disney Studios Park. Dus jij wil zeggen dat als we er nu naartoe gaan, dan hebben we een minder lange wachtrij. Exact. Ja, als je in een van de hotels rondom het meer verblijft, dus Disney Sequoia Lodge of Disney Hotel New York Art of Marvel of Disney Newport Bay Club, dan kun je het makkelijk aflopen. Het is heel dichtbij. Het kan op zich ook hier, maar alle hotels behalve Davy Crockett Ranch, want daar ga je met je auto naartoe, hebben dus die gratis shuttlebus die je zo hoppakee bij de ingang van de parken afzet. Oh, super chill. Zullen we dat niet gaan doen dan? Dat zeg ik. We gaan met de shuttlebus op naar Crush Coaster. Let's go. Ah, yes. Crush Coaster. Hiermee duiken we in de wereld van Finding Nemo. Ja. Je kent Crush, hè? Die hele relaxe reuzenschildpad. Nou, we gaan op zijn rug door de Australische stroming. We beginnen heel rustig hoor. We gaan wandeling maken door de haven van Sydney. En we komen bij de Great Barrier Reef. En dan zien we Nemo natuurlijk. En Squirt, het zoontje van Crush. En wat er dan gebeurt? Wat dat dan? Ja, dat zeg ik niet. Oké. Dan ga je het merken. Is goed. Ik heb er zin in. Thank you. Nou, daar gaan we, Joya. Yes, zin in. Nou, beugel goed vast. Ja. Even kijken. Nou, daar zitten we gewoon op een schildpad schild. Ben je er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Weet je het heel zeker? Ja. Oh, we gaan omhoog. Waar zitten we nu? In een grot. Oh, kijk. We gaan een stukje naar buiten. Oh. Wow! Oh, we zijn midden in het rift. Kijk eens, al het koraal. Ja, kijk, daar zijn ze. En Squirt. Ja. Wow. Lijkt me of we onder water zijn. Wow! Dat was een enge vis. Oké, ben je klaar voor Joya? Welkom in de Australische stroming! En nu... Dit is toch hard! Wow, dit was zo leuk! Dit is toch even lekker wakker worden? Dit was echt super leuk! Zo, ik denk met een extra magic time moet je je dag gewoon een beetje lekker fris beginnen. Ja, even wakker worden, nou dat kan je hier wel. Jawel hè? Oh mijn god, wat was mijn attractie zeg! Goed hè? Ja, heel goed. Oh, ik moet er echt even van bij komen. Het lijkt net alsof je op de kop gaat. Nee, ik weet waar je weer gaat. Hij gaat echt niet over de kop. Oh. Maar dat komt, dat schild, nadat je een stuk op gaat, dat je langs Bruce komt te haaien, dat je boven naar boven gaat, dan gaat het schild alle kanten op. En afhankelijk van hoeveel mensen je en welke mensen je in het karretje zit, schiet je werkelijk alle kanten op. Dan weet je echt niet meer wat boven, onder, links of rechts is. Dus elke keer is gewoon anders als je gaat. Ja, maar altijd wel leuk. Ja, dat snap ik. Maar ik moet wel even bijkomen, dus ik weet niet of ik nog een keer kan. Ah, nee? Nee, even chillen nu. Nou, daar ben ik ook wel een goeie voor. Ja? Jij wil even rustig aan doen? Is goed. Oké, ga mee. Ja. 1, 2, 3. Wauw, een Giel Sequoia Lodge. Mooi, hè? Ja, ik krijg echt het gevoel van de Amerikaanse Great Outdoors. Ja, dat klopt ook wel een beetje, ja. Kan je hier ook chillen? Ontzettend, kom maar mee. Oké. Nou, dat ziet er heel ontspannen uit, Michiel. Goed, hè? Dit is de Golden Forest Lounge. Als je net even iets extra wil, dan kun je een Golden Forest clubkamer boeken in Sequoia Lodge. En dan krijg je onder andere dus toegang tot deze ontspannen lounge. En hier kun je bijvoorbeeld een drankje doen. En tijdens tea time is er ook een high tea. En het is allemaal inclusief. Nice, zullen we even een kijkje nemen? Lijkt me een goed idee.
Ja, je ziet het echt een uitgebreid high tea buffet met lekkere focacciaatjes, tomaatjes, mozzarella, pesto. Hier nog wat lekkere broodjes. Ja, en hier alles zoete gegeten. Ik zie lekker fruit, maar ook gewoon echt een hele grote red velvet cake. Lekker, hè? Dat is echt een heel grote unit. En hier nog lekkere cakejes, koekjes. Brownies. Heel lekker. Hey, Michiel, ik wil eigenlijk wel even iets pakken. Jij ook? Zullen we ons bordje maar vol scheppen? Ja, is goed. Nou, eet smakelijk, Joy, hè? Ja, jij ook. Even goed om te weten, ook trouwens hier nog van. Je hebt hier ook een aparte incheckbalie. Dan kun je een beetje de drukte vermijden als je aankomt bij het hotel. En als je wil kun je hier ook, en even om je heen kijken, prachtige omgeving, je ontbijt eten. Ah, lekker zeg. Ja. Hey, Michiel, ik denk dat dit hem wel was voor vandaag. Ja, we hebben gezwommen, we hebben een speurtocht gedaan, we zijn in Quizcoaster geweest. Ja. En je hebt natuurlijk laten zien hoe ik straks leef als ik CEO word van Stark Industries. Ja, nee, nou, we zijn er niet helemaal. Ik wil je nog één ding laten zien. Ik zeg even niet wat het is, maar ben je klaar voor? Is goed. Oké, gaan we. 1, 2, 3. Wauw, Michiel. Net alsof we in een wester zitten. Ja, welkom in Disney Hotel Cheyenne. Dit is inderdaad een Wild Westen stadje. Dus een beetje qua tijd is het na de Davy Crockett Ranch. Dus de mensen hebben een plekje gevonden, zijn gaan settelen. En dan krijg je zo'n Wild West stadje met houten huizen. En van die front porches. Mm-hmm. En een kleine winkelstraat. En een waterput. En er wonen bijvoorbeeld bekende mensen als Sheriff White Earp. Zie je daar op dat gele gebouw. En op het rode gebouw staat heel groot de naam van de legendarische boef Billy the Kid. Cool. Maar ik wil jou aan een nog beroemder persoon voorstellen. We gaan naar een meet and greet. Oh, cool. Wie gaan we ontmoeten dan? Nou, als ik zeg Disney en Wilde Westen, dan zeg jij Woody en Jessie. That's right, cowgirl. Ja, nee, dat is het leuke van de Disney hotels. Alle hotels, behalve de Disney Davy Crockett Ranch, daar kun je op de foto met je favoriete figuren in het thema van het hotel. Dus na je ontbijt, telefoon mee, handtekeningenboekje, voor een selfie en een handtekening. Super cool. Zullen we gaan dan? Laten we doen. Nou, volgens mij zijn we aan de beurt. Ja, heel erg leuk. Woody! Hey. High five. Even een knuffel. Oh, kijk eens. Ja, het is hem gewoon echt. Wat is hij groot, hè? Hij is groot, zo. Dat is twee keer ik. Hij past echt die hoed, joh. Wauw. Ja. Maar echt fantastisch. Hey, Woody, cowboy statje, line dance? Line dance. Oké, let's go. Op zijn tenen staan ook. Dat vindt hij niet leuk, denk ik. Oké. Genoeg geline dance. Een selfie. Ja, goed idee. Een selfie. Natuurlijk. Die kan niet ontbreken. Daar gaan we, hoor. We hebben de camera en smile. Ja! Superleuk, dankjewel. Thanks, buddy. High five. Nou, Michiel, zullen wij maar even een drankje gaan doen? Ik heb hem wel even toe aan een kleine afsluiting, ja. Ja, precies. Ja. Zullen wij ons er naartoe? Doen we. 1, 2, 3. Oh, lekker zeg. En Michiel, Santa Fe, Route 66, Sequoia Lodge en Cheyenne. We hebben gewoon een hele roadtrip gemaakt door Amerika en dan eindigen in de Skyline Bar. Heerlijk, toch? Ja, ik denk als je dan toch zo'n roadtrip maakt, dan moet je natuurlijk ook even naar New York. Dus vandaar hier. Ja. Ja, dus ik heb ook gekozen qua cocktail voor een echte New Yorkse klassieker. Ik heb de Power Purple Martini. En dat is echt een klassieker met een vleugje Marvel natuurlijk. Hè? Lekker. Nou, ik heb weer voor een mocktail gekozen, namelijk de Incredible Green. Is dat ook weer Hulk geïnspireerd? Oh, hello. Hey. Thank you. Zo, dat ziet er weer goed uit. Goeie. Ja, het is inderdaad Hulk. Kijk eens. Merci. Nou, proost maar weer. Ja, cheers. Hij ziet er een beetje gevaarlijk uit, die van jou. Ja, hè? Oh. Lekker. Heerlijk. Beetje smoothie-achtig. Nou, deze gaat ook heel smooth naar binnen. ken jij het flashback-trucje nog? Ja, dat kunnen we doen. Ja? Ja, oké. Weer even je ogen richting, hè? Nou, het was vandaag weer een hele drukke dag. En we gaan weer even door drie momenten heen. Ja, dat zwembad zo leuk. En Michiel, toen jij... Ja, het was een verrassing. Maar ik zeg je eerlijk, het was wel een leuke verrassing. Want het water was heerlijk en die glijbaan heel erg leuk. Ja. Ja. Ja, ook cool, die speurtocht die we hebben gedaan. Ja, wacht. Hier, kijk hier. En hier. Ja, deze is duidelijk. Oh, ik heb hem door. Nee, dat gaan we niet verklappen, maar deze hebben we. Ik had dus nooit gedacht dat er zoveel dingen in het hotel verstopt waren die je bij die speurtocht tegenkomt. Echt heel leuk. Ja, en Michiel, het allerleukste vond ik toch wel die extra magic time toen we zo in Quizcoaster konden. Oké, ben je klaar met Joy, ja? Welkom in de Australische Snowman! En nu... Ja, die is goed, hè?
Je weet op een gegeven moment echt niet meer of je omhoog, omlaag, links, rechts gaat. Het gaat echt alle kanten op. Ik kan even haai zeggen tegen Bruce. Ja, precies. Nee, ik vind het wel echt de moeite waard om een Disney Hotel te boeken. Want het is natuurlijk echt die extra magie. Ja, geweldig. Ja, en hebben we eigenlijk het allermooiste nog niet eens kunnen zien. Dat prachtige Disneyland Hotel bij de ingang van het Disneyland Park. Dat wordt nu gerenoveerd. Het gaat in 2024 opnieuw open met een koninklijk thema. Ja, en het zit natuurlijk zo bij de ingang, dus je loopt zo de park in. Ja, maar eerlijk is eerlijk, elk van de Disney hotels heeft wel iets heel erg unieks. Want weet je nog Disney Sequoia Lodge? Dat jij zei van, oh, het lijkt of ik in een national park loop en zo een eekhoorntje op een schouder springt. Nou, dat gevoel, dat kan kloppen. Er staan meer dan 1000 echte Sequoia-bomen die ze destijds uit Canada hebben gehaald. En nog voor alles openging, in 1990 zijn ze al geplant. Dus ja, die dingen die blijven maar groeien. Dus als het een beetje zo doorgaat, dat weet ik dan weer. Maar de allergrootste Sequoia-boom ter wereld, dat is de General Sherman Tree, die is 84 meter hoog. Ga ze hier ook halen? Wauw, dat zou wel cool zijn. Ja, wil je nog meer van dit soort biologische feitjes? Nou, doe maar. Gooi hem Crush Coaster. Schildpadden kunnen 150 jaar oud worden. 150. En niet zozeer een biologisch feitje, maar wel grappig. Crush Coaster zou eigenlijk Crush Turtle Twister gaan heten. Ja. Maar dat vonden de Franse castmembers een beetje lastig om uit te spreken. Toch de Twister. Dus hebben ze er maar Crush Coaster van gemaakt. En als je niet in een Disney hotel verblijft, dan kan je ook gewoon lekker eten, hè, in de Disney hotels. Ja, ja. Je kan je favoriete thema kiezen, gewoon lekker reserveren en dan kan je ook genieten. Nou, hopelijk heb je net zo genoten van deze aflevering als wij. Je vindt alle afleveringen van Op Weg naar de Magie, waar je ook naar een podcast luistert. Dus vergeet niet alle voorgaande afleveringen ook te checken. Bijvoorbeeld over de meest magische momenten als je alles wil weten over het vuurwerk of de parades. Ja, je kan natuurlijk luisteren, maar je kan het ook bekijken in Spotify video of YouTube. Ja, bedankt voor het kijken, luisteren en tot de volgende aflevering van Op Weg naar de Magie. Doei!